We zijn op Bekenstein, een buitenplaats in Velsen-Zuid bij IJmuiden. Het landgoed is al ouder, maar het huis is uit de 18e eeuw. In deze besloten tuin naast het huis staan twee slangenmuren. Tegen de muren wordt lijfruit gekweekt. Door de slingerende vorm houdt de muur de zonnewarmte langer vast. De tuin is ingericht als kruidentuin en boomgaard. Bekenstein was tot 1952 in bezit van de familie Boreel, van oorsprong Amsterdamse regenten. Het huis is nu in bezit van vereniging Hendrik de Keizer. De tuinen zijn van natuurmonumenten. Deze barok geschulpte vijver is kenmerkend voor de formele Franse tuinstijl. Hij vormt het middelpunt van het park waar brede lanen op uitkomen. Aan de hoofdlaan staan vier 18e eeuwse beelden. Een riviergodin, Venus met Amor, de liefde, Orion met hond, de jacht, Fortitudo, kracht. Achter de formele tuinen met rechte lanen van hoge bomen ligt een romantisch bos. We gaan het slingerpad op. Het grasveld was oorspronkelijk een korenveld. We zien diverse vijvers. De naam Bekenstein betekent stenen huis aan de beek. De beek staat droog, dus we durven erover. Er staan veel oude bomen op het landgoed, waaronder deze imposante beuk. We zijn bij de eikencirkel. Dit gedeelte was een hakhoutbosje in een ring van eiken. Het hout werd gebruikt voor afrasteringen en verstookt. Aan de rand van het bos staat een kapel. Maar dit is niet wat het lijkt. Het is een folie, gemaakt als grap. Er woonde in werkelijkheid een tuinman met zijn gezin. We gaan weer het bos in en beklimmen een heuvel. Het is een oude bunker, helemaal overgroeid. In de Tweede Wereldoorlog was Bekenstein bezet door Duitse militairen. Zij bouwden in de tuinen verschillende bunkers. De ijskelder van 5 meter diep is nu in gebruik bij vleermuizen. In de winter werden ijsblokken uit de vijvers gezaagd en in de ijskelder bewaard. Zomers werd het ijs gebruikt om voedsel en dranken koel te houden. De honden kunnen hier lekker rennen. We zijn weer bij het huis. Rechts ligt een formele baroktuin met veel bloemen. De schaking van Venus en Amor door Vulcanus. Een berceau, ook wel loofgang genoemd. Een tunnel van bladeren.
de spiegelvijver. Net diep genoeg voor vissen. Zo, het is weer tijd. Nog een laatste blik op Bekenstein. En we zijn weer bij de parkeerplaats.